Erwin ruim 2 jaar geleden in Australië. Ad Vermeulen, vader van Erwin Vermeulen, hoe heeft u deze dag ervaren? Ja, het is een spannend dagje. Ik hoop dat het geholpen heeft om iets voor Erwin, iets voor de dolfijnen, iets voor de walvissen te betekenen. En daar gaan we maar vanuit. We blijven moed houden. Sinds 16 december zit Erwin Vermeulen uit Veldhoven in een Japanse cel omdat hij een Japanse dolfijnentrainer geduwd zou hebben. Vermeulen was in Japan om foto's te maken van een dolfijnentransport. En sinds zijn arrestatie heeft de Veldhovenaar nog maar amper contact met anderen. Geert Fons, directeur van Sea Shepherd Nederland. Er komt maar weinig naar buiten over de toestand van Erwin op dit moment. Maar wat is het laatste nieuws? Wat kunt u nog vertellen over hem? Het laatste nieuws is dat hij sinds 1 februari dan eindelijk een warme trui heeft. Een sweater die hij heeft gekregen van een van onze andere Sea Shepherd vrijwilligers die daar ook was. En die tijdens de rechtszaal dat uiteindelijk toch heeft mogen overhandigen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet veel te kunnen doen vanwege internationale verdragen. De Partij voor de Dieren neemt nu het voortouw in de Tweede Kamer om daar wat aan te doen. Want volgens Esther Oudehand van die partij doet minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken veel te weinig. We hebben vanaf dag 1 aan Rosenthal gevraagd, kom in actie, want dit zaakje stinkt. Een Nederlandse activist die opkomt voor dolfijnen, terwijl we weten dat Japan voortdurend klaagt bij Nederland over Sea Shepherd. Dat kan geen toeval zijn. De Partij voor de Dieren, familie Vermeulen en Sea Shepherd vermoeden een politiek proces. Erwin zou de dupe worden van de slechte verhouding tussen de radicale milieuorganisatie en Japan. Vader Ad hoopt met zijn verhaal vandaag de druk vanuit de Kamer te kunnen vergroten. Dat dan misschien meer partijen de schelletjes van de ogen vallen en ook achter het initiatief van de Partij van de Dieren gaat staan.